allemaal. Mijn naam is Robin, ik werk voor vuurwerkbunker.nl en dit jaar zal ik jullie meenemen achter de schermen tot oud en nieuw. Met wat we allemaal doen hier, het uitpakken van het vuurwerk, het organiseren van evenementen, natuurlijk het voorbereiden van onze megashow over 2 weken en natuurlijk ook het zelf afsteken van categorie 1 vuurwerk. Nou, ik ben echt super blij vandaag, want ik kwam namelijk in het magazijn en toen zag ik dat onze vuurwerkfolder binnen was. Kijk! 50.000 stuks, dus als je niet wil wachten tot die bij jou in de bus ligt, kom hem ophalen. Dit jaar is de folder wat kleiner, maar wel veel dikker. Hij is ongeveer 30 pagina's. Zoals je kan zien hebben we weer super aanbiedingen. Maar als we naar het midden gaan van de folder, tada! Hebben we een eigen vuurwerkbunker inslag waar uiteraard de show staat. Schrijf het goed op in je agenda, want dan wil je natuurlijk echt bij zijn. Met ons assortiment van Evolution er nog in. En nog alle super boxen, kijk Colorful City, die wil je echt hebben dit jaar. Oh ja, en de Serenity was van Evolution, dus ook echt super mooie nieuwe box op de Jackhammer. Eigenlijk vind ik ze allemaal goed. En ons nieuw cake assortiment met allemaal nieuwe artikelen. Kijk, de Hoogmans, daar moet je trouwens wel snel bij zijn, want die gaat echt best wel hard. Op deze pagina zie je de Yakuza-lijn, die is nieuw dit jaar. Ik weet niet of iemand weet wat Yakuza betekent, maar dat is de Japanse maffia. Toevallig ben ik deze zomer in Japan geweest bij allemaal vuurwerkshows en het is echt super vet. Japan is echt de place to be voor een mooi vuurwerk. En daar is ook deze lijn eigenlijk op gebaseerd. Allemaal super mooie cakes met allemaal mooie kleuren en zo. Combi deals, zwart roze. En onze Great Lion, ook een nieuw jasje van de Yakuza lijn. Nog meer combi boxen. En uiteraard onze jaarlijkse euroknallers. En uiteraard deze wil je ook niet missen. 20% gratis vuurwerk in de voorverkoop. Een goudfontein. Fonteinen, denk ik, uit het vet vuurwerkpakket. Er zitten er 4 in een pakje en het zijn echt best wel leuke fonteinen. My friends, had you figured out? Yeah, they're so inside of you. You try.